Yo mensen, fijn dat je weer kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag ga ik eens Fortnite weer doen. Yay! Ik doe het wel eens in mijn eentje vandaag. Want wat mijn plan is. In de playground is er nu zeg maar een vliegend gedeelte in de map. Met allemaal verschillende minigames. En dat wil ik even gaan uitchecken met jullie. En dan wil ik ook even die minigames gaan uittesten. Je kan lama's bouwen, je kan timen, trials doen, al dat soort dingen. Dus dat gaan we allemaal uittesten in deze video. Ik wil ook nog even aanhalen dat ik binnenkort dingen ga reviewen op YouTube, op Instagram, op Instagram zeg ik, what the fuck. Op Instagram, op Twitter en dat soort sociale media. Want ik ga samenwerken met bol.com en ik ga een paar dingen reviewen voor jullie. En jullie kunnen er dan ook wat gebruik mee van maken. Dus ja, vind je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En ja, we gaan hier eens kijken in de store. Want ja, er zijn hier weer heel mooie dingen toegevoegd. Maar alleen ik heb geen V-Bucks er meer voor. En ik wil ook eigenlijk geen V-Bucks meer kopen. En ik wil echt, ik speel dit echt bijna niet meer. Tadaa! Wat is dit dan? De sprinkler? Oh, die is wel vet. Die is echt vet. En dit is echt een heleboel veranderd. Ik heb al zo lang geen Fortnite meer gedaan eigenlijk. Ja, ik neem het wel af en toe op met Linda en Jan en zo, maar... ja, dit is echt veel veranderd. We gaan naar de playground, want ik ben weer afgeleid aan het raken. Oké, we zijn aangekomen in de playground. En je ziet het al, er staat hier allemaal games, minigames dus. En ik ga even jullie een toertje geven en dan gaan wij zelf wat spelen. Maar eerst hier, je ziet het prachtige Lieke Lake. Het is veranderd, ik had het niet eens door. Maar ja, het is heel prachtig. Maar, eerst linkerzijde. Hier kan je dus allemaal dingen bouwen. Hier is het makkelijke bouwwerk. Hier is het middel. Ik lijk hem kapot. Het zeg maar het middelmoeilijke. Dan heb je hier iets moeilijker. En hier heb je dus de extreme. En hier, overal hangt hier zeg maar een trial icoontje. En je moet het zo snel mogelijk zien te bouwen. Allee, dat denk ik toch. Dan de volgende minigame. Je hebt hier vending machines. Overal zitten wapens in. En als je dit start, komen er hier mannetjes uit en daar mannetjes uit. En je moet gewoon zoveel mogelijk punten zien te halen. Dus dat gaan we ook doen. We gaan gewoon alles doen hier hoor. Dan hier heb je iets. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het ook zoiets is. Nou, ik weet het niet. Hier heb je hetzelfde. Wat is dit dan? Ik heb nog geen minigame gedaan. Dus ik weet niet wat het is. Oh, je moet waarschijnlijk die gastjes snipen die helemaal daar spawnen. Het wordt iets moeilijker denk ik altijd. Dan heb je hier een schip. Ik weet ook niet wat dit is. Ik zei het 1 of 2 schepen? 2 schepen. Ik denk dat dat die minigame is die ik met Jan had gedaan. Dat je zeg maar de boten moet kapot doen. Dus ik denk niet dat we dit kunnen doen. Misschien moet ik eens gaan opnemen met Jan en Linda. Dan kan ik die minigame wel eens doen. Dan kan ik die minigame ook eens doen. Dat is met die impuls denk ik. Is dat mijn impuls? Ja, dus die impuls zeg maar dat je elkaar in die shit moet doen en die traps. Dan, de volgende is iets met vliegen, of niet? Ja, ik weet het niet. Het is een time trial, je moet waarschijnlijk checkpoints zien te pakken. Dus ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit, maar we gaan het zien. Daar staat ook nog zo'n schip om uit te spelen, dus ja, er is een heleboel te doen. Hier heb je ook nog iets van de checkpoints die je moet pakken, maar als je in een trap staat ben je dood. En hier heb je denk ik... ik denk dat dit een parcours... ja, dit is een parcours. Dus we gaan gewoon beginnen. Bij het allereerste. En dat is het bouwen. Alright, we gaan beginnen met de eerste. En dat is gewoon de makkelijkste. Iets gewoon bouwen. Dus hoe snel kunnen we dit gaan doen? We hebben 500 bouwmaterialen. Dit is echt zo onwijs snel. 2,17 seconden. Maar kunnen we het ook iets moeilijker maken? Wacht, hoe gaan we naar boven? Oh, we moeten met de trap gaan. Oké. Het is gewoon oefenen en bouwen. Oké, go. Zijn we klaar? Ben ik iets vergeten of wat? Wat ben ik vergeten? Oh, ik ben een muur vergeten van achteren. Oh, ja. Ja. Oké, dat was misschien iets te sloom voor dit. Maar blijkbaar was ik een muurtje vergeten. Ik kan er niks aan doen, ja. Ik kan er niks aan doen. Dan gaan we nog even hier dit doen. Is dit, wacht. Trappetje. Muurtje. Trappetje. Muurtje. Vloertje. We moeten, oh, dit is lastig. Ik probeer het altijd in playground te oefenen, dit. Maar dat lukt me niet. Dit is echt zo slow, man. Oké, 10 seconden. Ik vind dat we het sneller kunnen. Dus ik ga het nog even sneller doen. Even resetten. Nee! Nee! Waar ben ik weer? Oh my god, dit is echt zo'n grote faal. Wat ben ik vergeten? Oh, ik ben hier op het muurtje. Ah, laat het maar zitten. Laat het maar zitten. Ik ben er slecht in. Ik kan zeg maar dit doen. Dit kan ik perfect. Maar dit. Dit kan ik. Oh. Oh, oké. Dit kan ik niet. Oké, ik moet even van team of respawnen. Kut. Ja, dat kan ik gewoon niet, zeg maar. Die muurtje, vloertje, trappetje, affaire shit. Dus ja, ik kan het niet. Maar we hebben dus de makkelijke gedaan. De gewone, normale. Iets moeilijk, iets moeilijker. Ik ga het gewoon zo noemen. Maar nu gaan we naar de ultimate bulls gaan. We gaan gewoon een lama bouwen, dus we gaan meteen starten. En dit is met editen. En dit is wel heel leuk. Dus moet je dit doen. Ja, dan kunnen we deze, zeg maar. Oh. Zo. Ja, hoppa. Dan kunnen we deze zo maken. Draaien we die. Hop. Maken we hier, zeg maar, een gat. Zo. En dan moeten we... wacht hoor, de muur weer normaal maken. Ik doe het echt slow hoor, ik weet het. Maar het gaat er zeg maar een beetje om dat het goed is. Moet hier een volle? Ja, hier moet ook een volle. En hoe moeten we naar boven dan? Moeten we toch nog een trap maken? Ik zet hier gewoon een trap neer. Oh, wat? Wat? Wat is dit dan? Is toch een trap? Of is dit zo'n dak? Is dit zo'n dak? Oh ja, dat is gewoon zo'n dakje. Oh wauw, zij doen het zo dus. Dan kan hier nog zeg maar een muurtje. Doen we dit. Ja. Kan die zo, ja. Kunnen we hier een volledige muur maken? Oh, deze hoeft hier niet. Hier een trappetje, hieronder een volledige muur. Kan dat nog? Oh, kut. Oké, hier een volledige muur. Hier een volledige muur. Hier een volledige muur. We zetten hier even trappen neer hoor. Zo. Hier een volledige muur. Je doet het echt slow hoor. Hieronder moet nog. Zo. Die kan dan weg eigenlijk. Oh, ik kan eigenlijk beter gewoon zo. Ja. Ik doe het even voor het gemak hoor. Ik plaats dingen die hier eigenlijk niet moeten staan. Maar dat maakt niet echt. Oh, kut. Maakt niet echt uit. Als je extra dingen plaatst, je moet natuurlijk zien boven te komen. En ik denk dat ze daar niet echt voor gezorgd hebben. Hier moet een raam. Deze moeten we draaien. Hier moet een raam, of hier moet een... zo. Oh, wat? Oh nee, gewoon twee zo'n dingen. Oké. Oh. Hoppa. En... hoppa. En hier moet nog een volledig muurtje. Een half muurtje eigenlijk. Hier moet ook een half muurtje. En daar zijn we nog iets vergeten, zo te zien. Oh, nog een vloer. Een vloertje, zo. Oh, kut. Zo. Wat zijn we dan nog vergeten? Hier beneden zie ik nog iets. Moet, nog een nieuwe plaatsen, zo. Volledige. Oh, wat, mijn hout is op. Nice streken. Naast, dit vind ik echt een nice streep. Mijn fucking hout is op. Nou ja. Ey, ik vind de lama gewoon perfect. Oh, hij heeft alleen geen hoofd. Of geen mond. Ik ben een aantal muren vergeten. Sorry. Ja, weet je wat? We laten het gewoon zo. En we gaan gewoon naar de volgende minigame. Ik neem de laatste baan. Fuck die hele lama gewoon. Dus welk wapentje zo nemen? We moeten hier en hier. Ik denk dat een hunting rifle, een bol of misschien een desert. Ik hou van een desert eagle, dus ik neem gewoon een desert eagle. Moet wel ammo zien te fixen. Hoppa, hoppa. Wacht, waar kan ik ammo? Kan ik echt geen ammo krijgen? Nee, ik kan geen ammo krijgen blijkbaar. Nou ja, doen we dan gewoon heel veel desert eagles. En moeten we dan gewoon als hij op zijn nieuwe pakken. Dus we gaan even starten, start minigame. En we moeten gaan schieten denk ik op die target. Oh, ze bewegen. En ze hebben shield. Oh, dit is meteen de hardcore versie. Oh kut, dit is nog lastig ook. We moeten headshots pompen. Ja, weer eentje dood. Hoppa, je hebt het niet gered. En 1,492. Nou, ik vind het prachtig. Weet je wat, we gaan ook eens deze testen, kijken wat het anders maakt. We doen het eigenlijk van moeilijk naar makkelijk. Oh, die rennen gewoon heel de tijd heen en terug. Zo, nemen we die even nog. Oh, oh, we kunnen meteen switchen eigenlijk. Wacht, werd de dubbel pistol. Het werd, maar ik kan het gewoon niet. Oké, ik vind het prachtig. We hebben de fire range gedaan. Dus wat gaan we nu doen? Even kijken. We nemen even een. Ik denk een hunting rifle nemen we. En deze. Misschien is dat het beste. Ja, misschien is dat best, want ze staan redelijk ver. Dus we gaan gewoon starten. Oké, die is geraakt. Is nog eens geraakt. Die is dood. Oké, we moeten even deze nemen. Misschien gaat dat iets makkelijker. Zo. Dus gewoon oefenen voor de Battle Royale. Zo, die was ook raak. Oké, 946 punten. Het is lastig. Jullie moeten het echt ook eens gaan proberen. Ja, dit doen we later wel. Met andere mensen, met Jan misschien. Maar ik ga even kijken wat dit ding is. Ik ben echt benieuwd. Het is zo vet dat dit nu kan. Wacht, wat moeten we doen? Moeten we gaan bouwen of wat? Moeten we echt gaan bouwen? Oh kut, mijn trap staat nog niet goed. Wacht. Oh, daar is hij. Oh, ik snap het. Wacht, we doen even opnieuw hoor. Ik snap het nu hoe het allemaal in zijn werk gaat. Oké, dus we gaan even start minigame doen. En we gaan gewoon zo, zo. Hoppa, waar is die andere? Die andere zit hier in de lucht. We kunnen zo gaan, ja. Ook het. Zo, hier naar beneden. Zo. Wacht, waar zit hij? Zit hij onder me? Wacht, heb ik hem nu gepakt? Ik weet het niet. Ik dacht dat er nog een onder me zat. Oké, we hebben ze. 30 seconden. Ik vind het prima. Ik weet niet of jullie sneller kunnen. Waarschijnlijk kunnen jullie het gewoon sneller dan mij. Dan gaan we ook nog eens deze doen. Zo. Wat is dit dan? Hetzelfde. Oh, wat? Oh my god. Iemand zit op me te schieten ook. Dat ding. Kap. Oh my. Echt waar, vriend. Echt fucking waar. Ik zag het aankomen, maar alsnog probeerde ik het. Fuck. Fuck. Moeten we helemaal opnieuw weer naar beneden komen. Ja, ik vind het prima. Ik ga niet langer die game mode spelen daar. Het is gewoon een kut game mode. Oké, dan gaan we gewoon deze doen. Oh, deze wordt ook zo moeilijk, hè. Oh, er zit ook iemand op me te schieten. Oh my god, ik ben geraakt. Ik ben nog eens geraakt. Wat? Vriend! Heb je een dikke aimbot of zo? Oh, we kunnen gewoon verder. Auw! 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 Nee! I took the L. I took the L. Oh, dit is serieus lastig. Maar waar zijn die anderen? Nee! Ja, ey, echt! Die gast heeft dikke aimbot. Die zit heel tijd traag te schieten. Wacht, we moeten het slim aanpakken. Gewoon rennen, gewoon rennen. Nee! Oh. Oh fuck. Oh. Hey, echt wat. Ik ben echt af en toe zo'n ontzettend harde retard. Echt waar. Nou, we gaan gewoon parcouren. Ik vind het echt helemaal prima. Parcours. Waar is het begin? Daar is de finish. Het begin is hier beneden. Dus we gaan even starten. Point en start. Om mee te gaan. Het wordt even. Gast! Hoe wil je dat gaan doen? Weet je hoe hard ik ga? Oh my god, weet je hoe hard je gaat daar? Dat kan bijna gewoon niet. Oké, we doen het nog eens. Het zal me lukken. We moeten tegen die launchpad aangaan. Ja? Oké. Dan moeten we hier naar beneden. Ah, dat ding is serieus pijn ook. Moeten we hier naartoe? Ik ben echt helemaal verkeerd gegaan. Hè. Oké, we gaan gewoon opnieuw. Ik ben echt helemaal verkeerde kant op gegaan. Moeten we even goed kijken waar we naartoe moeten. Oké, maar we weten hoe het begin werkt dus. Dus we springen hierop. We moeten meteen naar de zijkant gaan. Botsen tegen die bouncepetten. En dan zijn we weer hier. Oh my god, we moeten weer opnieuw. Echt waar, dit is serieus heel lastig. Oké, opnieuw. Poging 10.000. Hoppa, oh ja, waar moeten we naartoe? We moeten hier dus naartoe. Echt, Dit ga je echt niet menen, hè. Dit ga je echt niet menen. Ah. Oh, dit is echt... Jullie moeten het echt thuis proberen. Dit is echt lastig. Oké, we gaan wel verder. Huh. Heb ik... Nee, ik heb de coin ook serieus niet. Geef me de coin. Thanks. Hoppa. Hoppa. Oké, het ace is juist. Top. Wat? Wat? Oké, we doen het even opnieuw. Ik weet... Ik kom al verder. Het is lastig om het parcours. Er staan ook geen pijlen van waar je naartoe moet. Misschien moet je eens even pijlen plaatsen. Hoppa, ja, dit moet... Echt... Ik zweer het je, dit is echt het meest kutte stuk die er is. En dat kut ace maakt het niet echt vrolijk op. Oké, we gaan wel verder. Daar hier naartoe, hier... waarschijnlijk ga ik ook gewoon helemaal verkeerd. Oh, moet je daar naartoe springen? Oké. Aha. Wacht hoor, moet je even hierop komen? Oh! Nee! Traps! Traps! Oké, we zijn hier. Oh. Oh, dit is echt lastig. Ik weet wel hoe hij gaat. Ik kan nu echt wel zeggen van dat ik mijn weg ken. Maar het is altijd even zoeken aan het begin, als ook al... Ja, je hebt het nog nooit gedaan. Dus je moet altijd even zoeken. Bij een apparaat die je aankoopt ofzo. Bij een tv moet je altijd ook zoeken hoe het werkt. Hoe YouTube kan opstarten of iets. Dus hier is het ook zo. Dus start minigame. Oké, nu gaan we het goed doen. Nu gaan we echt beast gaan. Let op. Let op. Hop. Oh. Oh. En dit is niet de bedoeling van beaten. No. Dit is niet echt de bedoeling. Oké, deze is op. Dit is echt het lastig stuk. Je moet echt die vaart blijven maken. Oké, ik ben echt hard aan het cheaten waarschijnlijk. Ik ben echt hard aan het cheaten. Hoppa. Ja, ik ben erop. Moeten we nu... Waar moeten we nu heen? Hier moet ik niet, hè? Ik denk dat ik gewoon hier naartoe moet. Hoppa, dan moet ik hier naartoe. Oh nee! Ah! Kak, 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 kak! Oké, laatste poging, anders geef ik het op. En ik ben triggered aan het worden. Hop! Ah, god damn it, joh. Oh nee, dat was niet handig. Dat was niet handig. Oké. Opnieuw. Oh, opnieuw. Kom op. Ja. Oké, nu wordt het echt de laatste poging. Huh? Nee, sorry jongens, dit kan echt niet meer, dit kan echt niet meer. We doen nog één poging. Echt de allerlaatste keer. Go! Ga met die banaan. 3, 2, 1, go! Ah, kak, we zitten hier weer in vast. Weet je wat? Echt waar, ik ben helemaal klaar met dit ace. Ik spring te ver. Op. Ja, die hebben we. Ja, die hebben we ook. Op, zijn we hier al. Moeten we verder springen. Nemen we deze coin. Ja. Yeah. Dan moeten we zorgen dat we tegen de zijkant aanbotsen. Hebben we hier de coin. Moeten we rechtdoor. En dan is het bingo. Dan hebben we de coin. Oh my god, dit was echt te lastig. Echt waar, dat ace is gewoon fucking vervelend. Oh, een sniper. Nice. Nice, very nice sniper. En pam. Hoppatee. En de kogels waren op. Maar dit is deze minigame, de challenge games. Dus je kan samen met je vrienden zo snel mogelijk tijd altijd neer te zetten. Alleen mij lukt het niet echt zo snel om een goede tijd neer te zetten. En dit gaan we later ook nog eens doen. Ik weet niet wat het is. Misschien is het met allemaal poppetjes. Dat je moet zien te bounce petten in die traps. Ik ga even een koek kleuren, maar ik denk gewoon dat dit een plek is, die arena van die granaat die je hebt. Dus ik denk niet dat dat hier iets is om te starten. Nee, dat dacht ik al. Maar dit gaan we dan de volgende keer doen. Ik ga vragen aan mensen of ze willen meedoen. En ja, iedereen bedankt voor het kijken. We zijn zo snel mogelijk terug met een nieuwe video. En ik zie jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye. Bye.